Jongens, een nieuwe week, een nieuwe Gamers at Gear, waar we iedere week de laatste tech, gadget en gear behandelen. Hier op gamersnet.nl. Dit is Tom, die ken je wel, ik ben Peter. En dit is de Razer Wildcat, jongens. We zijn weer... Is het een Xbox-controller of is het een PC-controller? Wat is de markt? Wat is de markt? Vertel het me, Tom. Het is allebei. Het is net als... eigenlijk in heel veel opzichten is het hetzelfde, of probeert het hetzelfde te doen als de Elite-controller van Xbox zelf. Het werkt op PC, het werkt op Xbox One en het is €150. En je bent nu al het ding aan het customizen, zie ik, door het duimcondoompje eraf te trekken. Ja, dat kan. €150, dat betekent dat het dus in de lijn der Xbox One Elite controller ligt. Dat is letterlijk wat ik net zei toen je aan het stoeien was met je vingercondoompje. Oh, oké. Nou ja, dat betekent dus ook dat het een controller plus is. Dus dat er heel veel features op zitten die op een gewone controller niet zitten. Nou, het is... Het probeert wat anders te doen. Het is een premium controller, maar deze richt zich met name eigenlijk op de e-sporter. Want waar de Elite controller heel erg tweakbaar is, weet je, dan kun je de D-pad van afhalen, kun je stickies van afhalen, kun je andere flippers opzetten en zo, is dit heel specifiek richting die e-sporter. Dus het heeft ook verschillende profielen, je kunt een aantal extra buttons, die kun je mappen. Maar wat vooral heel apart is, als je hiervoor wil gaan, dan doe je dat waarschijnlijk omdat deze vier toetsen, de A, B, X en Y knoppen, en je extra trackers en je extra bumpers klikken. Het zijn hype response knoppen, tenminste zo noemt Razer het zelf dan. En dat wil eigenlijk zeggen, het is haast een muisachtige klik en dat gaat heel snel. En echt? Ja, daar moet je echt aan wennen. En dat is waarschijnlijk echt om die e-sporters tegemoet te komen. Jij wil niet die ene milliseconde missen dat jij niet op X hebt kunnen drukken omdat je moest herladen. Dat gaat zo enorm snel en rap. Dat is, ik moet zeggen, op de triggers, dat geloof ik wel. Maar op de A, X, Y, B knop is het echt heel anders. Het is heel anders, ja. Ik ben er een aantal games mee gaan spelen en ik dacht, heb ik nou wel gedrukt? Want je hebt nul feedback. Maar ja, je drukt enorm snel. Ja, nul feedback. Weet je nog dat je Mario Party speelde vroeger op de GameCube? En dat je dan minigames had dat je zo snel mogelijk, zoveel mogelijk op A moest drukken? Nou, dan zou dit heel handig voor zijn. Ja. Dat kun je echt heel snel doen. Ja, of je moet zo'n turbo-knop hebben. Hè? Dat op zo'n derde rangs controle, dat hij dan zelf heel vaak ging drukken. Dus ja. Voor de mensen, ja, voor de jonge gamers, dat ken je niet. Maar er waren vroeger van die crap-controllers die dat konden. Ja. Maar het ding is, het is wel in definitie wel heel anders dan de Elite-controller. Bijvoorbeeld ook dat hij niet draadloos te gebruiken is. Je moet een kabel erbij gebruiken. E-sporters gebruiken ook niet draadloos. E-sporters in principe van draadloos, dat gaan we allemaal te langzaam. Dus wat dat betreft is het anders. Je kunt er ook wel gewoon weer een 3,5 mm jack een hoofdtelefoon in stoppen. En het leuke is, je kunt on the fly je buttons remappen. Je hebt twee profielen en die kun je eigenlijk middels een soort knoppencombinatie kun je heel makkelijk zeggen, ik wil dat die tracker achterop nu verandert in een A. Of ik wil dat, dat de bumper die ik daar linksboven heb, dat een normale linker trigger wordt of zo, weet je wel. Dat is heel apart. Is het net als bij de Elite controller aanpasbaar dat je deze diep kan indrukken? Of ja. Is dit het gewoon? Nee, je hebt ook die switches achterop dat je kunt zeggen van diep of dat ze wat sneller zijn. En je kunt dus ook weer softwarematig, of ja, in ieder geval controlematig, kun je daar ook weer een knoppencombinatie voor indrukken, zodat ze veranderen in hair response triggers. Wat dus wil zeggen dat ze ook sneller reageren in de game. Jij hebt beide controllers. Ja, jij zegt ik mag het er niet meer vergelijken, maar waarom? Ja, omdat de knoppen op e-sports zijn gemaakt. Maar goed. Nou, nee, ja, het ding is, ik vind voor het gros van de gamers is de Elite controller een betere keuze voor €150. Ook omdat de Wildcat een aantal dingen doet die je er niet van zou verwachten. Bijvoorbeeld die grippads, die moet je dus zelf erop plakken. En dat is echt een hels karwei. Echt? Was dat niet tof om te doen? Dat was niet fraai om te doen. Het is een soort hele rare drietandachtige vorm. Je hebt ze kunnen zien in de unboxing die we ervan gedaan hebben. Het is goed dat ik niet heb gefilmd hoe ik die dingen erop probeerde te plakken. Want ik vind het ook raar. Je betaalt €150 voor een controller. Zonder die grippads is hij eigenlijk in de body vrij basic. Met die grippads, nou ja, ziet er ook heel funky uit al meteen. Vind het wel. Maar ja, je moet die grip, die extra grip die je erop wil hebben, die moet je zelf erop plakken. En dat vind ik gewoon heel scherp. Maar hebben ze verschillende grips? Nee. Je krijgt één aantal grip meegeleverd. Maar ik denk maar zijn er wel losse grips te koop? Ik neem aan van wel, want het voordeel hiervan is natuurlijk dat stel dat ze slijten, dat je ze er op een gegeven moment af kan halen en dat je misschien bij Razer nieuwe aan kan vragen en de nieuwe erop kan plakken. Maar dat is niet helemaal duidelijk en... Dat hele plakproces, ja, ik ben echt blij dat het niet op film staat. Want ik was met een partij aan het stoeien en telkens weer los trekken. En
Bovendien, bijkomend nadeel is dat aan die plakrand, daar gaat natuurlijk ook stof verzamelen. En dus gaat daar waarschijnlijk over verloop van tijd gaan met stofjes en haartjes die daar verzamelen, gaat daar misschien ook weer eerder loslaten. Dus de, weet je, de Elite Controller heeft ook extra grip, maar die zit in de controller. En dat zit hier dus niet. Wat vind je van de M3 en M4 knoppen? Die vind ik echt heel prettig. Ja, ik vind eigenlijk, moet ik zeggen, dat die trackers achterop vond ik fijner dan dat je er 4 hebt bij de Xbox One Elite. Want de Elite Controller kun je wel zeggen van, ik maak er 2 van. Maar ik zat heel vaak mis te drukken dan, met de onderste en de bovenste, want dat vond ik even wennen. En hier met de Wildcat is het veel makkelijker, die triggers heb je heel snel gevonden. Je kunt ze eventueel ook nog loshalen, wel een heel proces met schroevendraaiertje weer erbij krijgt en zo. Maar... Okay. Maar goed, dit is echt de controle die je overal mee naartoe neemt, over de wereld waar jij je e-sports toernooi hebt. Dat is het, het richt zich echt op die e-sporters. Ja. Oh, dat is trouwens ook niet alleen in de knoppen, maar ook in het gewicht. Want hij is wel echt significant lichter dan de Elite controle op zijn lichtst is. Er gaan ook geen batterijen in, dus dat helpt al. Maar zelfs zonder de batterijen is de Elite controle nog steeds een heel stuk zwaarder. Oké, duidelijk. Ik heb het idee dat het een heel genuanceerd eindoordeel wordt. Het is ook heel genuanceerd eindoordeel. De review staat ook online, dus dat zijn duizenden woorden, joh. Die moet je ook eens een keer lezen. Maar nee, ja, het is niet heel erg veel nuance. Ik denk dat het gros van de gamers beter af is of fijner af is met een €150 voor de Elite controller. Maar stel je vindt die knoppen enorm fijn of je wil echt dat het licht is of je wil dat je die platen kan veranderen. Er zijn een aantal specifieke eigenschappen waarvan je zegt van nou, ik betaal liever €150 voor de Wildcat. Maar daar zullen waarschijnlijk de e-sporters zijn en ik denk niet dat die naar Gamers Net Gear kijken, of wel? Nou, wel, denk ik wel. Jawel, okay. Tuurlijk, we hebben allemaal fanatieke e-sporters die houden... Die houden zich op de hoogte, dan ben je van Gamers Net Gear. Oké, jongens, e-sporters. Stel je bent iemand die duizenden euro's en chicks en alles roem verdient aan de games. Dat hebben we sowieso niet. Die kijkers hebben we niet. Nou, oké, sorry. Nou, dan misschien als je het een keer wil worden, zo'n lijpe e-sporter. De Razer Wildcat, €150. En voor de gemiddelde gamer, het gewone gepeupel zoals wij zijn. Misschien toch beter de Elite Controller voor €150. En als je gewoon de Xbox Controller koopt, dan kun je weer een keer naar de hoeren. Heb je wel €100 over inderdaad om gewoon... Wat een wijf ga je nooit krijgen, meneer die sporten. Nee. Je bespaart €100. Nou. Je kunt een chickie regelen. Ja, dat is... Ja. Ja. En anders lekker een van deze. Sorry, ik ben echt allemaal weer... Ik heb letterlijk weer enkele mensen beledigd. Ja, natuurlijk. Ja. Ze lopen weer weg. Daar gingen al onze e-sporters. I know.